Room service. Dit is wat de vier jongeren in het Hotel Riverside die hele avond te horen hadden. Daar komt ook de titel van het boek vandaan, Room service. Het is een zeer spannende thriller geschreven door Maren Stoffels, een Nederlandse schrijver van 33 die heel goed weet hoe ze haar lezers aan het lezen moet houden. Net zoals het boek dat ik heb gekozen. Funder, Kate, Lucas en Lina. Vier beste vrienden, maar in het boek volgen we vooral het verhaal van Funder en Lina. Funder is een zeer mysterieuze jongen, waar we verder in het boek veel over te weten komen. Maar iets wat we al zeker weten, is dat hij Lina helemaal niet graag heeft. Lina is een zeer mooi meisje, maar zij ook heeft een hekel aan Funder. Voor de verjaardag van Kate gaan ze voor een weekend naar een 5-sterrenhotel. Maar het blijkt dat die leuke verjaardag niet zo leuk zal zijn. Ze krijgen zo meer en meer bezoekjes van die ene roomservice. Die steeds dezelfde gouden envelopjes achterlaat. Die gouden envelopjes die Funder, Kate en Lucas steeds dichter en dichter houden van wat er precies een jaar geleden is gebeurd. Zo komen ze in een zeer gevaarlijk spel terecht waar ze iemand moeten opofferen en goed de regels moeten volgen. Anders gebeurt er misschien nog iets erger. Zelf hou ik helemaal niet van lezen, maar dit is echt wel een aanrader. Ik kon nooit stoppen met lezen omdat het zo spannend was. Elk mysterie volgde een ander. Het boek zelf is niet zo dik en dat vind ik zeer goed, omdat ik niet hou van grote boeken. Maar een Stoffels heeft veel meer thrillers zoals het boek dat ik heb gelezen, zoals Fight Night, Escape of Black Friday. Ze zien er allemaal zo spannend.